Dat was niet normaal. Maar wij dansten wel iets beter. En hier kunnen we zelf ons vleesje bakken. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Ik ben hier aan het genieten van de zonsopgang die daar bezig is. Het is nog vroeg, Noah slaapt nog. Ella slaapt nog een beetje. Ik heb weer een timelapse gemaakt hier, zoals je ziet. Met de GoPro. Dus ik ben benieuwd hoe de kwaliteit is. Vandaag gaat een speciale dag worden. Want we gaan iets heel, heel, heel leuks doen. Ja, ik babbel nog een heel klein beetje stil, omdat mensen hier rondom mij nog slapen. Het is ondertussen iets voor 7, ik was al om iets voor 6 wakker. We gaan ons stilletjes aan dadelijk gaan klaarmaken, een nootje wakker maken, ontbijten en dan gaan we iets heel leuks doen. Kijk eens wie hier wakker is. Wat is uw vraag? Ben jij al wakker? Ja. Ik ook. Al van 6 uur deze ochtend. Voor 6 uur was het zeker. Voor 6 uur. Dan hoor ik zo stemmetje. Het is voor 6 uur, hè. Als je de zon wilt filmen, het is het moment, hè. Ja, als ik het niet zou doen, zou je boos zijn, hè. Ja. Het is leuk als we die beelden hebben, hè. En voor ontbijt, ik heb juist 2 pannenkoekjes op, maar heb ik nu een chocoladebroodje, spek, omelet, en dit is iets aardappel. Ja, dat is het patatten. Aardappelkroket soms. Ja. Dat hebben ze niet s'avonds, maar alleen s'morgens. Dus s'avonds hebben ze geen kroketten, s'morgens wel. Heel raar. En het moment is aangebroken. Wij gaan nu naar het strand gaan. Want wij gaan iets heel erg leuk doen. En we gaan op de sofa zitten. En de sofa, dat is iets wat achter een boot hangt, waar je dan kunt inzitten. En dan moeten Noah en ik, want Noah gaat mee, gezondheid, ons goed vasthouden, dat we niet van de boot vliegen. Dat gaat super leuk zijn. Tijd om de reddingsvesten aan te doen. Dat is inderdaad zijn kleur hier, oranje. Dag vriend, tot s'avonds. En dan zijn ze weg. Dat was niet normaal. We zaten op een bootje en die meneer zei, doe zo als je sneller wilt, zo als je trager wilt, als je eruit wilt, je hoofd kappen. En we gingen vertrekken en Noah was zo'n beetje zo van, dat is dan maar zo traag. Hè? En we zijn weg, nee, dat gaat snel schaaf. Oké, hup, wees, we gaan sneller. En hij ja, ik zag je niet springen. Oh nee, ik doe vast hoor. En is dat sneller. En die man die zegt ze tegen mij. Ik zo, ja, één keer sneller dan, hè. En we gingen snel, even later, hij terug, snel. Ik zeg, het is oké. Okay. Zei die man. Even later komen we hier aan. Die man zegt, die jongen, die is gek, die jongen. Ik zag hem zo springen, die man, maar sneller. Maar ik had gezien dat hij zich goed moest vasthouden en dat het niet 100% lukt, want soms heb ik hem geduwd. Want die kwam zo hoog van de boot af, dat ik zoiets dat hem... Ik zag die ineens er van boven verschijnen. Ik zeg, oh, wacht. Maar nee, het was echt heel tof. Het is leuker dan dat parachute in de lucht. Ja. Nee, we gaan niet terug. Ja, dat zei hij. Het was gedaan. Hij wil terug, hè. Hij wil direct terug gaan. Nee. Dat is te veel geld. Hier is onze crazy Noah. Die wou maar sneller. En de jongen is zo moe. En ik was bang. Niet loslaten. Vasthouden. En die springt daar, ik weet niet hoe hoog. Ik dacht, even rustig. Rustig, Noah. Er komen golfjes aan. Oppassen. Zoiets kan toch een glimlach op je gezicht brengen, hè. Zo'n activiteit is toch altijd wel iets dat je zou moeten doen hier in het buitenland, want thuis kun je dat niet doen.
We gaan nog even op het bedje liggen om te rusten, want Noah is echt wel nog moe. Ik denk gisteren naar die blote billen kijken en zo, dat hem dat toch gekraakt heeft. Het was laat gisteren. En die is morgen weer vroeg, dus we gaan hem even laten rusten. Maar zelfs ga ik wel afkoeling zoeken daar in het lekkere zwembad. Ellen is weer heel sportief bezig daarachter. En ik ga weer het voorbeeld geven, want Noah zit hier. En Noah durft niet in het water. Ja, ik heb al hier. Oké, ga dan dieper. Nee, mijn balletjes zijn al. Je weet, hoe moet het zwembad in gaan? Zo. Noah gaat de walk doen, Noah gaat de walk doen. De walk, ja, 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 ja. Oh nee, nee, toch niet. Kom mee in het zwembad. Omgaan. Op zoek naar mama. Ik weet wel niet wie het beste doet, jij of Noah? Ik ben geneigd om Noah te zeggen. Zeg maar Noah. Noah heeft de smaak te pakken van het aquagym. We zijn lekker omgekleed en Noah, waar heb je goesting in? Een wafel. Dus we gaan een wafel halen. Er is hier een lekkere wafel met suiker. En Noah, wat heb jij? Een wafel met honing. Altijd als je zo een wafelje eruit haalt. Kijk, ik heb hier een wafel. Je moet echt oppassen, want er staan de vogeltjes rond. Echt van die kleine vogeltjes die dan eten willen, maar ik weet niet of dat goed is voor hun. Mijn mond gaat ook open. Wij hebben lekker gegeten. We hebben nog een beetje gerust. Noah heeft zelfs een beetje geslapen. En nu zijn we onderweg naar de bar waar ik het gisteren over had, waar we niet geen centje. Oh ja. En nu ben ik onderweg naar de bar waar we gisteren niet zijn geraakt omdat er zoveel waren. Dus de bar in het zwembad. Hopelijk vinden we hier ergens een plaats om spullen te leggen, zodat we dadelijk het water in kunnen en daar naar de bar gaan. Ik denk dat we geluk hebben. Ik zie twee bedjes vrij waar we misschien kunnen gaan zitten. Jongens, we zijn hier in het zwembad. We hebben een cocktail kunnen drinken. Hey, wij een cocktail. Noah en een slushie. Anders komt het niet goed. Een beetje naar het rustigere deel van het zwembad, maar dat wil ook zeggen dat de tepels onder water moeten. En dat die nu stijf worden. Oh! Heb je een probleem ook? Wat? Stijve tepels? Nee. Met mijn armen omhoog hier in het zwembad. Moet kijken hoe ik hier sta. Noem maar film mij. Ik sta in zo'n zwembad. Waarom mogen we niet het water worden gedrinken? Kijk, zo doen we dat. Alex! Ah. Oh, ik leer niet zoveel verschillende verkeerde manieren. Hè. Dat is te hoog, schat. Dat we zitten in een openbaar zwembad. Hey, Sam! Leuk een beetje zot doen. Hè? We zijn nu terug op de kamer en nu is het tijd om. Maar we gaan eens kijken als de mama er al in zit. Want ik denk dat die als eerste in de jacuzzi zit. Dat is ook nog nooit gebeurd. Kijk daar. En we hebben een opvolger. Noah's de vloggen bewerken. Dan moet ik dat niet meer doen. Dan kan ik gezellig nu gaan eten samen met mijn vrouw. Noah gaat de vlog bewerken. Dus geniet ervan en wij gaan eten. Nee, ik kijk gewoon nog graag naar de video's die ik juist gemaakt heb. Voor de mensen die het niet weten, dat is ons trouwnummer. Daarop zijn we getrouwd. En ongeveer hetzelfde dansje. Maar wij dansten wel iets beter. Hè, schat? Gewoon nog even genieten van het zicht. Ik ga even zwijgen, kijk. Ik heb gezegd dat ik ging zwijgen. Ik heb niet gezegd dat Noah ging zwijgen. Aangekomen hier bij Barbecue en Grill. Dus we kunnen hier zelf ons vlees, vis of wat dan ook pakken. Eens kijken, hier zijn visjes. Amai. Chic, chic. Daar allemaal vlees.
En dan heb je allemaal grills aan de zijkant die je mag gebruiken om te bakken. Dus wij gaan hier een plaatje met pakken, schat. Mama, dat is zijn staan als vrij. Ga je die vasthouden? En nu gaan wij van alles kunnen pakken. Ja, en hier kunnen we zelf ons vleesje bakken. Voilà. Kijk eens hier, het vleesje dat ik juist zelf heb gebakken, en Noah. Jij mag een stokje pakken. En nu zitten we in het All-In restaurant. En ze zitten nog zelf te bakken op. We zitten in een All-In resort. En met nog een bakken op. Is het lekker? Het is goed gebakken toch? Ja. Ik heb genoeg gegeten, het was lekker. We hebben, zoals je ziet, heel veel stokjes gegeten. Ja, dat is veel vet, dat gaan we niet opeten. Maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En nog 2 stokjes daar. Nog een stokje. 13 stokjes met ons 3. Oh, kijk hoe mooi. Hier zouden we een foto kunnen maken. Ja, moeten we misschien morgen maar doen. Want er zit er één op hete kolen. Waarom, Noah? Muziek. Muziek? De kids disco gaat beginnen en hij wil niet te laat komen. We gaan ons haasten naar de kids disco. We hebben juist naar de show gekeken. We hebben 3 liedjes gekeken, want het werd nogal laat en we moeten dadelijk gaan slapen. Het was een heel vermoeiende dag, maar wel een heel super leuke dag. Hè? Want die sofa, wat vond je daarvan? Leuk. Ja? Ja. Noah wil altijd maar sneller gaan op die sofa. Dus maar tegen die man zeggen, sneller, sneller, sneller. Je moest zo doen om sneller te gaan, zo'n trager te gaan. Vooral zo als het goed was. En nog was dat maar, sneller, sneller, sneller. Die luistert niet. Sneller, sneller. En we vlogen maar hoog. 10.000 meter. 10.000 meter hoog. Dat is wel hoog, maar je begrijpt wat we bedoelen. En ja, het was alweer weer een dag. Super snel voorbij. Heel leuke dag. Morgen gaan we ook weer een leuke dag hebben. En overmorgen gaan we weer voetje. Het vliegtuig richting België. Naar het mooie weer dat schijnt. Dank u voor het kijken en heel graag tot... de volgende dag. Morgen, hè? Ja. Ja, morgen een nieuwe video. Ja, mijn vliegtuig. Morgen is niet vlieghaven. Morgen, wat gaan we morgen doen? We bij de vlieghaven gaan dan weer een video maken. Of gaan dan geen video maken. Oh, jawel, luchthaven gaan we ook een video maken. Wat doen we al in de bus beginnen of uit de bus? We gaan in het hotel beginnen. Nee. Ja, oké, top. Ga je helpen dan? Nee. Ja, oké, top. Tot de volgende keer. Doei!